Deze show heb ik, denk op zijn minst 5 keer opnieuw gekeken. Hey, ik ben Su Yang en dit zijn mijn 5 favoriete films en series op Netflix. Let's go! Allereerst naar nummer 1. Nou ja, eigenlijk willekeurige volgorde, Self-Made. Die is nieuw op Netflix wat betreft echt het verhaal vertellen over Afro-Amerikaanse vrouw die echt self-made is wat betreft dat zij haar producten op de markt heeft gebracht en dat zij daar eigenlijk Afro-Amerikaanse vrouwen het gevoel heeft gegeven dat zij ook mooi kunnen zijn door de juiste producten aan te leveren. En ik vond dat zo'n interessant verhaal en ik denk dat Netflix wat dat betreft ook zoveel documentaires heeft en films en series die je gewoon binge-watcht omdat het zo interessant is om daar meer over te weten terwijl je die geschiedenis nooit op school hebt gekregen. Nummer 2 is The Sinner. Ik denk dat The Sinner, wat mij betreft, Jessica Biel is. En dat zij zoiets sterks heeft neergezet. Vooral season 1, waar ik echt super fan van ben. In het begin komt het eigenlijk al gelijk binnen met een shot waarin zij iemand in de nek steekt. En dat is letterlijk de eerste aflevering. Je zit er vanaf dat moment ook helemaal in. Ik weet nog dat ik echt, het moment dat ik het zag, alle episodes gewoon heb gekeken totdat het klaar was. Omdat ik steeds meer wilde weten hoe het ging aflopen. Nummer 3! Is The End of the Fucking World. Deze show heb ik, denk op zijn minst 5 keer opnieuw gekeken. Ik vind Alyssa en James zo'n bijzonder goed gekozen casting voor deze film. En ik hou echt van die quirky, nerdy, gekke relatie die ze samen hebben. En dat zij in het jasje van haar vader rondloopt. En het past haar gewoon perfect. Ik hou sowieso heel erg van filmhuisachtige scènes waarin je de hele tijd denkt van, het is op zo'n kunstzinnige manier gedaan en alles wat dat klopt en de woorden en de taal en gebruik, het is gewoon echt een aanrader. 4 is Never Have I Ever. Deze staat ook op Netflix en wat ik er zo goed aan vind en leuk aan vind, is vooral dat het gewoon een lekker high school serie is met personages die niet vaak worden gekozen. Dan heb je bijvoorbeeld een Indiaanse afkomst die de hoofdrolspeler is, wat ik nog nooit in mijn leven heb gezien. Ik heb nog nooit een Indiaanse meisje gezien in de hoofdrol van een Amerikaanse high school serie. En ik denk dat dat zo vooruitstrevend is in een tijd waar representatie zo belangrijk is. Mijn nummer 5, die heb ik als laatst gezet, maar is eigenlijk mijn all-time favorite. En dat is obviously Bing! Spirited Away van Hayao Miyazaki. Het is een film uit 2001 en het is een animatiefilm wat ook echt wel vaak genomineerd is en ook een Oscar heeft gewonnen voor de beste animatiefilm. Het is een Japanse kunstenaar, wat mij betreft kunstenaar, omdat hij zoveel... Hij tekent alles van 0 tot aan een hele film wat minimaal 2 uur duurt. En die hele film lang heb je allemaal verschillende mythologieën en levenslessen die je meekrijgt en de keuze die hij maakt van wanneer het regent of wanneer het niet regent. En ik denk dat Spirited Away wel echt een hele bijzondere film is waarin we eigenlijk leren dat het leven heel mooi kan zijn wanneer je het leeft in oprechtheid en liefde. Dus dat zijn mijn 5 favoriete films en series en ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Doei doei!